Oranje Movies. Jongens, de afgelopen week was er een hele speciale verjaardag, namelijk de verjaardag van Banjo Movies. Het kanaal wat je nu bekijkt bestaat alweer 9 jaar. Ja, 9 jaar is een hele lange periode en ik wilde toch een beetje met jullie vieren. Alleen in die 9 jaar heb ik nooit iets verteld over mijn jeugd, waar ik vandaan kom en hoe alles is gegaan. Dus daarom vandaag een Draw My Life video. Laten we beginnen bij het begin. 15 juni 1992 in Deventer is een magische dag waarbij ik uit mijn moeder kroop. Ik kwam in een huishouden bestaande uit een vader, een moeder en mijn twee oudere broers. Mijn allereerste daad op deze aarde was mijn schouder breken. Dit gebeurde toen ik eruit geperst werd. Als resultaat hiervan stond mijn hoofd altijd scheef, naar rechts. Daarnaast was ik als kind ook pikzwart met wit haar, oftewel een albino neger. En om het nog wat erger te maken, ik was mijn eerste 3 jaar doof. Ik kon niks horen. Op mijn derde kreeg ik buisjes en een van de allereerste dingen die ik hoorde was een stofzuiger. Ik schrok hier zo van dat ik gilde en in tranen uitbarstte. Tot mijn derde zat ik elke week in het ziekenhuis, maar godzijdank is na die buisjes die periode voorbij. Ik kon thuis eindelijk weer verder gaan met mijn obsessie van de Disney-film Hercules en ook in mijn vrije tijd wat werken aan mijn Charlie Chaplin imitaties. Ja. In plaats van meespelen met mijn broers probeerde ik altijd zelf een spelletje te verzinnen zodat hun met mij mee moesten doen. Ja, dat verklaart die rare denkwijze van mij. En mijn ideeën varieerden vanaf Yu-Gi-Oh! Spelen tot aan zelfverzonnen parcours door het hele huis. Als kind hield ik ervan om hutten te bouwen, te gamen op mijn Nintendo 64 en bitjes te hosselen. Nee, natuurlijk niet. Ik had geen Nintendo 64. Nadat ik van 3 basisscholen was gegooid, kwam ik uiteindelijk terecht bij de Zonnewijzer, een christelijke school. Ja, christelijk. Elke ochtend liedjes zingen over de schepper, bidden, maar gelukkig kwam ik daar Koen tegen. Een slagerszoon die wel een Nintendo 64 had. Wij waren een van de weinigen die geen zin hadden om te bidden of zingen, dus gingen wij maar lekker Mario Karten, Mario Party en al het andere waar ook maar Mario in stond. Na een hele leuke grote rare jeugd gebeurde wat raars in groep 6. De donderdag voor de zomervakantie werd ik apart genomen, ik weet niet meer door wie. Ik werd gebracht naar mijn twee grote broers en omdat het bijna vakantie was waren we alle drie eigenlijk ongeduldig. We wouden gewoon weg. Alleen dat gesprek wat we zouden hebben heeft voorgoed mijn leven veranderd. Er was namelijk iets gebeurd met mijn moeder. Ze liep op straat en hoorde als ware een rotje knappen. Niet op straat, maar in haar hoofd. Ze kreeg langzamerhand heel veel hoofdpijn en het werd alleen maar erger. Ze kon nog net een winkel binnenlopen en zeggen: bel een ambulance voordat het zwart werd. Het bleek te gaan om een slagader die in haar hersens is geknapt. In plaats van opgehaald worden van school om naar vakantie te gaan, gingen wij naar Zwolle, waar mijn moeder op de intensive care lag. In de tussentijd werd er op ons gepast, wat voor mij voelde als plotseling nieuwe ouders. Mijn vader bleef bij mijn moeder om haar door dik en dun te steunen. Mijn moeder heeft een behoorlijke periode op kritische toestand gelegen. En eigenlijk voor iedereen in het gezin vloog toen wel ons leven over de kop. We kregen een oppas thuis die ons niet zo goed kende, waar we ook heel veel tegen konden liegen over bijvoorbeeld wat ik at. Hier begon ik ook voor het eerst in mijn leven gewoon veel te eten van patat, chips, vla, ja verzin het maar. Daarnaast ging mijn middelste broer veel meer feesten en mijn oudste broer ging veel meer basketballen. Ik bleef thuis, ik stopte met het bouwen van hut en ik besloot veel meer te gaan gamen. In deze periode ging het niet echt goed met mij, want ik wist niet echt wat ik wou gaan doen. De tijden dat Henny Huisman van een hele grote showbistrap af kwam lopen hebben me altijd geïnspireerd. Ik wou dat ook doen, wat hij deed, mensen blij maken. Maar die tijden zijn van de een op de andere dag plotseling verdwenen. Toen ik als kind mijn moeder voor de allereerste keer weer terugzag, herkende ik haar niet terug. Mijn broer sprong direct bij haar op bed en mijn oudste broer stond direct naast haar. En ik wou eigenlijk alleen maar vanaf de rug van mijn vader spieken en gluren naar die nieuwe vrouw op dat bed. Een vrouw die volstrekt een bekende onbekende van mij is geworden. Ze leefde gelukkig nog. Mijn vader moest extra werken omdat we net voordat mijn moeder in het ziekenhuis belandde, een heel groot nieuw huis hadden gekocht. Een droomhuis, alleen ja. Die droom die is nu wel een beetje kapot gebarsten. En mijn hekel aan de oppas werd vervangen voor een haat aan de thuiszorg. In diezelfde periode gingen we nog 1 keer verhuizen, mijn moeder ging thuis revalideren en de thuiszorg. We besloten deze nare periode af te sluiten met een bezoekje aan de dierentuin. En dat veranderde mijn leven. We mochten allemaal een knuffel uitkiezen in de winkel bij de dierentuin en ik volgde mijn oudste broer. Hij pakte een pinguïn op die hij voor mijn gezicht hield en hij zei tegen mij: kijk Bardo, deze pinguïn dat is Banjo. En weet je wat Banjo doet? Banjo speelt de Banjo. Alleen als Banjo de Banjo speelt, kan Banjo de Banjo dan spelen zonder de Banjo te spelen? Nee, want Banjo moet de Banjo spelen. En toen mijn broer die knuffel in mijn gezicht duwde en deze grappen half bij vertelde, gebeurde er iets. Ik heb in een hele lange periode
niet zo hard gelachen. Dus ik pakte dezelfde pinguïn uit de kist van de winkel en ik noemde hem ook Banjo. En dit klinkt misschien heel erg stom, maar hier ontdekte ik voor het eerst wat je met humor kan bereiken. Door de grap van mijn broer voelde ik geen zorgen meer, er viel een last van mijn schouder en ik stond te schateren van het lachen. Voor het eerst sinds een hele lange periode was ik echt heel erg blij. En tot op de dag van vandaag is die Banjo pinguïn grap, als je het zo mag noemen, mijn favoriete grap aller tijden. Rond deze periode kwam ook mijn droom terug. Mensen gelukkig maken vanaf die showbiz trap. Maar van alle mensen op aarde zijn de mensen die ik nu aan het verliezen ben juist degene die ik gelukkig wil maken als ik ooit op die trap sta. Toevallig was ik ook net van mijn middelbare school afgegooid en ik besloot video's te maken voor mijn oude klasgenootjes op een site die ik van mijn broer had gekregen. Een site genaamd YouTube. Zoiets. Vanaf hier kennen jullie de rollercoaster die YouTube is geweest voor mij. Ik werd gepest, werd geholpen en uiteindelijk mocht ik zelfs mijn droom uitbrengen, iets op tv doen. Met z'n allen zaten we in de rollercoaster die Banjo Movies heet. En het werd pas echt gek toen we op een gegeven moment door hadden dat niet meer alleen onze vrienden, familie en klasgenootjes keken naar de video. Nee, het waren er veel meer. Je zou zelfs in theorie de Amsterdam Arena 5 keer vol kunnen krijgen met het aantal kijkers wat we hebben. Krankzinnig. Het mooiste aan mijn werk is gewoon dat ik de dromen kan realiseren samen met vrienden. Ik had een vriendin, een opleiding, vrienden, YouTube, een droombaan. Ik kan eindelijk mensen aan het lachen maken. En mensen laten lachen is echt het allermooiste op aarde wat je kan doen. Een emotie op hun gezicht toveren. En dan is die emotie een hele grote lach. Nou, daar word ik ook heel erg gelukkig van. En als ik je dan een tip mee moet geven voor de toekomst, dan zal dat denk ik iets zijn van: heb scheid aan wat anderen van je denken en doe gewoon wat je zelf wil. Voer je droom uit. Je mag overal in geloven van mij, maar geloof vooral in jezelf. Voor mijn broers ben ik geen YouTuber. Voor hun ben ik nog gewoon dat hele kleine broertje. En voor mijn vrienden ben ik ook geen YouTuber, maar gewoon een lapswans die net wat te vaak te laat is en zijn smoesjes op YouTube heeft gegooid. Mijn moeder leeft nog en samen met mijn vader hebben hun mij iets heel erg moois kunnen laten zien. En dat is de kracht van liefde. Hoe mooi liefde kan zijn en hoe mooi het is om te kunnen genieten van dingen. Wees dankbaar en trek vooral je eigen lijn. Dat is denk ik de grote tip van mijn Draw My Life video. Ja, bedankt voor alles. Vond je deze video leuk? Geef dan vooral een duimpje omhoog en abonneer hier beneden. En ik ben heel erg benieuwd. Wil jij meer van dit soort video's zien? Laat het me weten in de reacties hier beneden, want wie weet maak ik dan wel meer video's over meer stukken uit mijn leven. Dit is een iets wat filosofischere video met een moraal, dus ik hoop dat jullie ervan hebben kunnen genieten. Mocht jij nog zo'n video willen zien, 4 jaar geleden heb ik een documentaire gemaakt over de eerste 5 jaar van Banjo Movies. Die staat nu in beeld. Daar kan je op klikken en dan heb je een half uur extra Banjo Movies. Maar nogmaals, bedankt voor het kijken en tot volgende keer. Banjo Movies every Sunday at 2:00.